Beeld nog steeds binnen de invloedssfeer van dat hoge drukgebied. Dus we hebben absoluut de komende dagen niet te klagen. Gaan we dat mooie weer kunnen vasthouden daarna? Wel, de computerkaarten voor volgende week zien er alleszins niet slecht uit, maar ik denk toch dat we met een paar graden minder zullen moeten stellen. Ja, maar in elk geval deze dagen echt terrassenweer. Wel, terrassenweer en barbecueweer. Dat gaan we dan ook doen. Bedankt Eddy de Meij voor de komst naar onze studio. En tot slot nog even de hoofdpunten. Twee ontploffingen hebben het belangrijke waterzuiveringsstation Schijnpoort aan de Antwerpse Ring een tijd lam gelegd. En uit een enquête blijkt dat 1 op de 5 afgestudeerde huisartsen een andere job zoekt. Onze volgende nieuwsuitzending krijgt u omstreeks 10 over 10 van Nadine de Sloveren. Een gezellige woensdagavond. En graag tot kijk. Dames en heren, mag ik even uw aandacht, alstublieft. In onze uiteenzetting van vanavond hebben we het over het Rad van Fortuin. Daar staan 3 kandidaten, die wil ik even aan u voorstellen. Dat zijn nieuwkomers. Annie, in het midden Ronnie en Martijn. Dat zijn dus de 3 die spelen. En 1 spelleider, dat zal ik dan zijn. En hoe dat afloopt, dat bekijken we samen om 19:30. Rad van Fortuin, om 19:30. Zorgeloosjes, piraatjes, baatseliertjes en rapklappers. Op zoek naar een woord en wie het weet scoort. Straks in Raplap. Euro Disney is nu open. Kom en ontdek een fantastische wereld vol betovering en avontuur. Het Euro Disney Vakantierijk. 6 spectaculaire hotels met grandioze mogelijkheden voor sport en ontspanning. Al je vakantiedromen worden er waar. Dus bel nu dit nummer en reserveer een hotel of vraag meer informatie. Maas brengt leven in het leven. Zet dus een Polaroid zonnebril op en je ziet wat je met een andere zonnebril mist. Want de hinderlijke schittering verdwijnt. Trouwens, de hele wereld ziet er beter uit door een Polaroid zonnebril. Aardappelsnijder word je niet zomaar bij Smits. Zeker niet als het gaat om superchips. Je mag je niet vergissen, want je werkt met zeldzame aardappelen. En alle schijfjes moeten perfect zijn. Superchips. Het geheim van Smits. Gaan de bijtjes op de vlucht? Dan zit de regen in de lucht. Sadolin, een volledig gamma om uw hout te beschermen en te verfraaien. Voor de MXT is Michelin zeer ver gegaan en heeft alle omstandigheden op de weg 1 voor 1 op een rij gezet. Om u in elk weer en op alle wegen meer grip te geven. Grip waar u eens zo lang op kunt rekenen. Michelin MXT. Eens zo veilig, eens zo lang. Het weer is niet meer van belang. Missing You, an album of love met Spandau Ballet en Lisa Stansfield. Missing You met Paula Abdul. Sinead O'Connor. En vele anderen. Missing You, 16 uitzonderlijke love songs. Het is een stralende zon.
Bij de meeste banken biedt men u altijd dezelfde cocktail aan, omdat u een nummer bent. Bij IPA werken we niet aan de lopende band. We luisteren en we bestuderen samen met u de oplossing die u het best past. IPA, de adviesbank. Wist je dat de Astra ook als stationwagon nieuwe wegen voor je opent? Dat hij je verwendt met een zee van ruimte en ongekend comfort? Dat hij nieuwe systemen heeft om jou en al wie je lief is nog beter te beschermen? Maak kennis met de wagen die het milieu respecteert. Stap in en trek erop uit. Van harte, Opel Astra. Vlamingen leiden hun eigen leven. Vanavond, Hugo van den Bergen en drie opvallende Belgen in San Severia. U heeft zo net in het nieuws al wat weerinfo gekregen, maar nu volgt het volledig weerbericht. Een uitgestrekt hoge drukgebied verstevigt zijn greep op ons weerbeeld. De Atlantische storingen worden erdoor geblokkeerd en zeer warme lucht wordt vanuit het zuiden in onze richting gestuurd. Vannacht blijft de lucht helder. De minima liggen daarbij rond de 6 graden in de Ardennen en 8 tot 11 graden elders. Morgen krijgen we weer volop zon en het kwik stijgt daarbij naar zomerse waarde rond 26 tot 28 graden. Een aangenaam zuidwestenwindje zal voor enige verfrissing zorgen. Toch is het niet onmogelijk dat er 's avonds in de kuststreek een onweer tot ontwikkeling komt. Het blijft zonnig en warm met middagtemperaturen rond de 28 graden. Aan de kust kan de zeebries de maxima een paar graden lager houden. Op vrijdag is er over het westen van het land tijdelijk wat meer bewolking. Ja, hopelijk is de zomer nu eindelijk goed begonnen. Maar om de zon in huis te halen, kan u anders altijd een beroep doen op Walter en Aurore. En hoe meer prijzen zij mogen weggeven, hoe zonniger hun gezichten worden. Hopelijk wordt het ook vandaag een stralende Rad van Fortuin. Ook vandaag niet te missen is het Rad van Fortuin aangeboden door Planta. De prijzen liggen hier niet voor spek en bonen. Dit miljoen behoort weldra u toe. De bonus is een niet te missen juwelenset van 95.100 frank. De drie superprijzen moet u gezien hebben. Kijk naar de meubeluxe eetkamer van 318.200 en u bent gewonnen voor dit eikenjuweel van de interieurspecialist uit Massenhoven. De Citroën AX daarentegen zal u verleiden met zijn complete uitrusting en verfijnde afwerking. Deze wagen van 305.000 is er eentje met een sympathieke, jeugdige indruk. Hier wil iedereen instappen. En uit de meer dan 40 geïnstalleerde keukens, permanent zichtbaar in de toonzalen te Diegem, komt deze functionele Renault-keuken van 300.000 frank met alles erop en eraan. En vrolijk, prettig en stimulerend is steeds Walter Capio. Gegroet mensen, als het 7:30 is bij VTM, dan weten we het, dan is het tijd voor ons Rad van Fortuin. Hartelijk welkom, we kunnen beginnen aan de eerste ronde. Daar hebben 25.000 als hoogste bedrag, één keer bankroet, een joker en de verliesbeurt. En wie is daar nog op post? Aurore natuurlijk. Hartelijk welkom. Zo, gisteren is de wagen buitengereden, Karl was wat 4. En nu krijgen we 3 nieuwe kandidaten. 2 heren en een dame. En we gaan kennis maken met Martijn. Dag Martijn. Walter. Hartelijk welkom. Dank u. Heb je de spanning meegemaakt gisteravond? Ja, heel spannend. Karl stond hier, hè. En het is in de derde ronde dat hij dan plots prijs had. En dan is hij met de wagen naar huis gegaan. Schitterend was. Schitterend. We groeten hem nog eens. Zeg, waar kom jij vandaan? Ik kom van de Roeselare. Ja, daar woon je en werk je ook? Daar woon ik en werk ik, ja. Inderdaad. Ik ben gehuwd. Ja, gehuwd en één zoon. En wat doe je van beroep? Ik ben spoorwegbediener in Roeselare. Wat moet je precies doen? Waken over de veiligheid van het treinverkeer. Mooi. En van de passagiers. En van de reizigers natuurlijk. Veilig op- en afstap. En in de vrije tijd? Goh, vrije tijd, Walter. Sport, voetbal, minivoetbal, wielertourisme. Allemaal sportieve dingen? Ja, ja, ja. Dus alles? Toch een beetje koken ook. En koken? Ja, ja, ja. En wat vooral? Wat kook je liefst?
Oh, wat kook ik liefst? Visgerechten. Maar een specialiteit van mij zijn de sausjes. En hij zegt het, zo smakelijk, de sausjes. Ja, ja, ja. En wel, ik hoop dat we de prijzen met een lekker sausje mogen overgieten als die allemaal afgedaan. Ja. In ieder geval, veel succes en over een half uurtje weten we hoe het afgelopen Dank is. Wel. Onze tweede kandidaat voor vanavond, dat is Ronnie. Dag Ronnie. U weet wel, hè, de R van Ronnie. Je wordt er ook af en toe doorgesleurd, hoor. Ja, al meermaals gehoord. We hebben hier Tom al gehad, nu hebben we Ronnie. Dat zijn zo die letters die meestal gebruikt worden. Ja. Vertel eens waar jij vandaan komt. Ik kom uit een gemeente die bijna hetzelfde klinkt als mijn familienaam. Ik ben van Meerbeek uit Boortmeerbeek. Boortmeerbeek. Ik ben er alleen nog geen burgemeester geworden. Kan nog komen, hè? Ja, misschien wel. Dat is dus provincie Brabant? Ligt ja, dat ligt halverwege tussen Mechelen en Leuven. Uh-huh. Ben je al getrouwd? Onlangs wel. Wanneer? Ja, op 30 april ben ik getrouwd. Oei, oei. Nog maar 2 weken of zo ongeveer. Bravo. Allee, gefeliciteerd. Dan wens u een gelukkige toekomst natuurlijk. En de huwelijksreis is achter de rug. Die is achter de rug. Net 2 dagen terug nu. Waar zijn jullie naartoe geweest? Naar Aruba. Aruba? Ja. Heb je ze zien dansen? Ja, Walter. Hoe gaat het? Zoiets ongeveer, hè. Ja. Ik kan het ook zo goed niet zoals die dames zelf kinderen. Mooi. Een schitterende streek toch, hè? Een huwelijksreis. Allee, goed. Wat doe je van beroep? Ik werk bij een firma die brandkasten maakt. Ik sta daar aan een computergestuurde machine. Dat is allemaal precisiewerk vandaag. Uh-huh. Ja. En in de vrije tijd? Vrije tijd. Ik ben dus lid van de Morgenster van Boortmeerbeek. Dat is een toneelvereniging. Uh-huh. En verder ben ik dus voorzitter van het uitleidingcomité van de Giro. Werk genoeg, hè? Ja. Werk genoeg. En niet veel thuis dan. Dus ik hoop dat uw vrouwtje dat allemaal goed vindt. Heel weinig. Succes, hè, Ronnie. We gaan nog 1 kandidaat goeiedag zeggen. En dat is Annie. Dag, Annie. En nu van Brabant gaan we verhuizen naar Oost-Vlaanderen. Naar Gent, met de stroopjes. Ja, niet zo is het, hè? Het stropjes, ja. Ben je een echte stroppendrager? Ik ben een echte strop. Ik ben we hebben hier kort geleden stropdragers gezocht nee. en gevonden. Ah, ja. Ja. Maar jij bent een strop. Een strop. En echte. Waar woon je ergens in het Gent? Aan de nieuwe wandeling. Dan de streek van de coupure, daar. Streek van Mooi. De coupure. Wat doe je beroep zelf? Ik ben huisvrouw, ik ben gehuurd. Ik heb geen kinderen. En ik vul mijn dagtaak dus met het huishouden en wat lezen en wat koken. Een beetje van alles. Dat is goed. En naar tv kijken. En tv kijken. 3 goede kandidaten waarvan we hopen dat er miljonairs mogen tussen zitten. We zullen kijken. We gaan het raad klaarleggen en kunnen we onmiddellijk aan beginnen. Onze eerste opdracht. Meer dan 1. En er zijn in totaal 14 lettertjes. Zo, Annie mag beginnen. Gent boven. Meer dan 1 en 14 letters. Voor 3000. De D. De D van Daniel. Is er een D? We gaan onmiddellijk eens kijken. Er is er eentje. Voilà. En de rest, er is een lang woord. Daar is dus een splitsingsteken. Het is terug aan jou. Voor 20.000 nu, Annie? De N van Nora. Ja, de N is ook goed. Er zijn er 3 zelfs. Zeg, daarmee kom je op 63.000 frank. Koop een klinker. Welke? De E. De E. Wel, er zijn 3 E's ook. Dat is dus een goede keuze. Mag ik nog een klinker kopen? Je mocht van mij al de klinkers kopen, zolang dat je geld hebt. De A. De A. Ja, er is een A bij. Wat ga je nu doen? Draaien, ja. Nu even draaien. En we komen op 14.000. 14.000. De M van Mario. Goed, ja, ja. De M van Mario. Maar wat is de rest, hè? Mag ik nog een klinker kopen? Doe dat De dan. O. De O. Ja, waarom niet? Er is een O bij. Meer dan 1. Weet je waarover het gaat? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Dan gaan we nog eens draaien. En een beetje zoeken nog. Misschien dat ze thuis al weten. En de heren, weten die het? Half en half. Oh, 18.000, Danny. Wat een mooi aanbod. Mag ik een klinker kopen? Je hebt gedraaid. Dan moet je een klinker krijgen. De G van Gustave. Nee, dat is niet goed. Geen G. En Ronnie? Dat is wat anders dan in Aruba liggen, hè? Ja, ja. Ja, ja. En nu even een gok voor 9.000. De B van Bernard. Dat is goed, de B van Bernard.
En nu nog eens een mooi bedrag. Naar de 20 misschien, hè? Dat zou mooi zijn voor een... Kom maar, nog eentje. Net niet 5000. De S van Sonja. Ja, ook dat is goed. Twee keer. Daarmee komen we op 19. Maar er is nog wat te verdienen. Oh ja, probeer maar, kom. Als je niet waagt, heb je niks, hè. En het kan alleen maar goed aflopen. Zeg, kijk. 5000. Voor de J van Joris. Ja, en de J van Joris. En daarmee hebben we alles gevonden. Ronnie heeft het opgelost. Zeg het eens, wat staat er nog? De Bosjesmannen. Ja, dat is het. De Bosjesmannen. Ja, veel schiet daar niet meer van over, hè, want de kolonisatie heeft ze ook verdreven. Het waren eigenlijk de inwoners of de bewoners van de Kalahari-woestijn. Je hebt ze nog nooit gezien, de Bosjesmannen? Nooit gezien. Dat zijn hele kleine, hoor. De, klein, veel kleiner nog dan, de meesten onder ons. Dat zijn de Bosjesmannen. 24.000 frank. Ronnie, dat is goed, hè? Dat is een geschenkje voor, het jonge gezin. Wat zou je nou willen kopen? Voor 16.000 microgolfoven. Microgolfoven? Dan heb je nog 8.000 over. Voor 3.000 videocassettes. De videocassette, ja. En dan heb je nog 5.000. Voor 4.500... Het huis. 4.800, het joggingpak. Ah ja, joggingpak van 4.800. En de rest nemen we mee naar de volgende ronde. En we gaan eens kijken naar de prijzen van Ronnie. Voor 3.000 frank krijgt u 12 videocassetten van PDM. Ze zijn goed voor 300 uur videoplezier. Van de fabrikant uit Gistel ontvangt u voor 4.800 een Greenleafs joggingpak van de Sprinklies. En de onbetwistbare nummer 1 in elektro schenkt u een enige echte Sharp Combi microgolfoven van 16.000 frank met 29 liter inhoud. Hé, hey, een heel prijzenbos, mannen. Ja, Ronnie boven na de eerste ronde. We gaan beginnen aan de tweede ronde. Daar hebben we nu 50.000 klaargelegd op het rad. Dat is het hoogste bedrag. En we hebben er een bankroet aan toegevoegd. En dan zijn de prijzen klaar. Een hele winkel, daar kan Sevens uit gekozen worden. En wie straks op bonus terechtkomt, krijgt dit geschenk mee. Een massief 18 karaat gouden horloge en juwelen van het kwaliteitsmerk nummer 1 krijgt het aan bonus. Hier ligt 95.100 frank voor alle liefhebbers van juwelen met persoonlijkheid. De bonus zorgt voor opwinding, Walter. Ja. En dan gaan wij op zoek naar een activiteit met in totaal 15 letters. En Ronnie heeft gekozen en gedraaid en mag het opnieuw doen. Tweede ronde, Ronnie, nog eens succes gewenst. We zijn weer vertrokken voor de tweede keer. Daar is bankroet en dan is er 25. Ja, ja, 25.000. Wel, Ronnie, vertel nog eens wat. Voor de N van Nico. Nico, die is er twee keer. Dat is 50.000 frank in één keer. 50.000. En we moeten een activiteit ontdekken. En nu voor 10.000. Voor de R van Ronnie. Ja, goed. Twee R'en. De R van Ronnie brengt je score op 70.000. Ik ga een klinker kopen. Een E. Een E. Hoeveel E's? 1, 2 en 3. Een activiteit. En daar wordt nog eens gedraaid. En hier komt de bonus dichtbij. Kom aan, dat zal een verrassing zijn. Oh, maar net niet. 14.000. Voor de P van papa? Nee, nee, het is niet goed. Ja, en dan gaan we eens luisteren naar Martijn. Hij heeft nog niet veel moeten doen. Daar komt 50.000. Dat is het hoogste bedrag. Kom aan, ja. Ja, ja. 50.000, Martijn. Bravo. De K van Karel. De K. Nee, geen K. En Annie. Annie, we moeten weer een beroep doen op jou. Draaien. Want de Karel doet niet mee. We gaan eens zien of Annie ons dichter bij de oplossing brengt. Hier is bankroet aan 25.000. En 15.000. De B van Bernard. Nee, ook niet goed. En Ronnie? Ronnie moet ons de oplossing geven dan. Het is te hopen.
Een klein bedrag, 5000. Voor de hash van Hector? Nee, ook niet. Martin, misschien vind jij wat... Hoeveel wordt er aangeboden? 10.000 frank voor Martin. De V van Victor. Nee, er is geen enkele V bij. Kom aan, Annie, draai nog eens. We gaan het wel vinden, hoor. We moeten wel. 12.000 voor Annie. De L van Leo? Nee, er is... Toch, ja, sorry. De L, het eerste letterke. Ja, ik dacht dat hij er al stond, maar het is goed. Je krijgt 12.000. Ik was dus ook even verstrooid. En dat mag niet. 5.000, Annie. Ja, mag ik nu een klinker kopen? Nee, je hebt gedraaid. Dan moeten we terug een medeklinker hebben. De S van Stefanie. Maar dat is niet goed, nee. De S is er niet bij. En daar is Ronnie terug. Misschien naar de joker. Net niet, nee. 5.000. Voor de T van Tony? Ja, dat is goed. Daar is de thee. En nu doorwerken, hè. Kom aan. Nog eens draaien. Ja, ja. Er is nog een bonus, hè. Kijk eens aan. Ja, ja. Neem hem gerust. Neem hem van de trap. En nu voor 9.000. We gaan luisteren. Voor de D van Danny? Ja, ook goed. En ik ga het zeggen. Ja, wat is het? Leren autorijden. Ja, bravo. Leren autorijden. Goed zo, Ronnie. Maar jij kan al lang autorijden, vermoed ik, hè? Toch al enkele jaren, ja. Ja, het is trouwens een activiteit waar de meeste jongeren naar uitkijken... om het zo vlug mogelijk te kunnen leren. Wel, wij rijden de winkel binnen... en voor een tweede keer mag je daar gerust prijzen kiezen... voor een bedrag van 74.200 frank. Laat maar gaan. Voor 45.000 de camcorder? De camcorder, ja. Je hebt nog 29.200. Zeg het eens. Moet je niks meer hebben? Ja, ik zal eens aan het kijken. Ah, toch. Voor 28.000 de midi-keten. De midi-keten, ja, van 28.000. Daar heb je nog 1200 over, maar daar kunnen we niks verkopen. Neem we mee naar de volgende ronde. Een applausje voor Ronnie en we kijken naar de prijzen. 28.000 frank kost de midi-keten met 2x55 watt versterker, dubbel cassettedek, tuner, cd-speler, platenspeler, drieweg luidsprekers en afstandsbediening. U wint een 750 gram wegende camcorder. Hij is wel 45.000 frank waard. Het is een 8 mm camera met 8x motorzoom en een lichtgevoeligheid tot 2 lux. En een massief 18 karaat gouden horloge en juwelen wint u van het kwaliteitsmerk nummer 1. Hier ligt 95.100 frank voor alle liefhebbers van juwelen met persoonlijkheid. Leren raddraaien hoeft niet voor Ronnie. Ja, dat loopt hier goed af voor dat jong koppel, hè. Ronnie zorgt voor de prijzen. Zo, onze eerste twee ronden zitten erop. We gaan even pauzeren en we zijn er zo terug voor het tweede deel. Graag tot straks. En George, nog altijd even verliefd op mijn dochter? Elke dag meer, meneer de directeur. Zeg, hoeveel verdien jij? Och, kom, kom, laat u niet doen. Hij wil opvallen. Maar nee, hij is nog zo lief. En George, voor u is de beste smaak op brood toch ook planta? Ah nee, voor mij zonder liefs. Oh. Vertrouw nooit een man die door het leven gaat zonder planta. Maar waarom heb ik niet planta gezegd? Waarom heb ik niet planta gezegd? Waarom heb ik niet planta gezegd? Hoe ik vroeger mijn badkamer schoonmaakte. Met heel veel spierkracht. En het resultaat was niet zo schitterend. Ik zou niet meer in mijn schoenen willen staan. Maar nu is er wat nieuws. Meneer Proper Badkamer. Vergeleken met een crème moet ik niet meer schrobben. En veel minder spoelen. Er blijft geen spoortje achter. En met hetzelfde product doe ik ook de vloer. Welkom, schittering. Meneer Proper Badkamer en nog steeds meneer Proper Citroen voor de rest van uw huis. Zeg, zo'n verschrikkelijke dorst. Ik sterf van de dorst. Hé, mama, kijk. Hij moet punica drinken. Ja, precies. Want de punica vruchtennectars pakken de grote dorst aan. Kom
ronden naar de Punica-oase. Jeehoe! Wordt hier mijn reuzendorst gereisd? Jazeker, met Punica. De Punica-nectars. Welkom fruit. Vaarwel dorst. Atlas stelt voor het eerste wasmiddel in het teken van het lam en de leeuw. Atlas is een fantastische vernieuwing. Het is waspoeder in zakjes, witte en groene. Het witte zakje gebruik ik voor normaal vuile en fijne was. Die moet met zorg gewassen worden. Voor zo'n vuile was neem ik een wit plus een groen zakje. Het groene verhoogt de waskracht. Atlas, de nieuwe properheid in het teken van het lam en de leeuw. Vakmensen hebben zo hun eigen methode om haar fijn te epileren. Maar als u zich liever thuis epileert, dan heeft Calor iets unieks voor u. De KS Plus, de eerste epileur met borsteltjes. Geen enkel haartje ontsnapt eraan. Zelfs het kleinste haartje wordt rechtgeborsteld en uitgetrokken op een precieze, pijnloze en zachte manier. KS Plus van Calor. Calor bedacht Effines, een uniek massagetoestel dat u toelaat af te rekenen met cellulitis. De resultaten zijn meetbaar. U bent niet overtuigd. U hebt toch twee benen? Probeer Effines dan eerst eens op één dij. Van Calor. Niemand kan u overtuigen, behalve uw dij. Mag ik het op twee dijen doen? Nothing's too good for my baby. De nieuwe Lotus is nog meer Lotus. Sugar baby. Sugar baby. Nothing's too good for my baby. For my baby. 'Cause baby is so. Zijde zacht, stevig, dikker. Nieuwe Lotus, een stevig gevoel van tederheid. Rappen, klappen en centen pakken. Meer plezier met de Baatselier straks na het rad. Om 20:30, Sun, Sea and Sex. Op naar het strand in California voor A Lifeguard. Goedenavond, zegt Hugo van den Bergen in San Severia. En tot besluit raakt Captain Ferrillo in een tweestrijd tussen zijn baas en het stadsbestuur. Hill Street Blues! Zo, welkom bij de derde ronde van het Rad van Fortuin. Voor Ronnie kan het al niet meer stuk. Hij staat op kop met 191.900 frank. Zo'n kleine 200.000 na twee ronden, dat is de moeite. We gaan beginnen aan de derde ronde en daar hebben we 100.000 klaargelegd. Nu ons hoogste bedrag, zo moet dat ook volgens het reglement. Er is twee keer bankroet en de verliesbeurt. En de andere twee kandidaten kijken nu de winkel in, want zij zouden ook graag wat prijzen meenemen. Dat is een van harte gegund natuurlijk. Maar eerst draaien en zoeken. We gaan een ding proberen te ontdekken met in totaal 12 lettertjes. En Martin, dit is de kans. Hè. Het is de derde ronde, jij mag draaien. Begin er maar aan. Succes. 12 letters voor een ding. Het is één lang woord. We hebben daar een splitsingsteken. En we beginnen voor 5.000. De B van Bono. De B van Bono. Nee, geen B. En I. Zeg eens wat. Of doe wat. Ja, draai. Bij Annie kan er 20.000 frank verdiend worden. De N van Nero. Nee, geen N. En Ronnie gaat opnieuw draaien. Amai. Als Ronnie draait, dan hangt er gewoonlijk een prijs aan vast. We zijn benieuwd. Een mooi bedrag, 19.000. Voor de T van Tony? Ja, ja. Dat is goed. Twee T's. Is alweer 38.000 frank. Een ding. En nu 15.000. Voor de N van Nico. Die is gekozen. De N was daar straks gekozen door Annie. Een ogenblikje van onoplettendheid en daar is Martin. Ja, Martin, bij jou is dat 14.000. De D van Desiree. De D. Nee, geen D. Annie, jij mag opnieuw draaien. We zitten aan 12.000. De K van Karel? Nee,
mee en Ronnie terug. Wat zal het worden? We zijn benieuwd. We moeten het ding ontdekken. 8000. Voor de R van Ronnie? Ja, ja. Natuurlijk, twee keer. Is nog eens 16.000 frank. Je hebt nu 55.000. Ik ga een klinker kopen. Ziet dat nog goed? Een A? Ah ja, inderdaad. Ja, had wel keuze, maar de A is er inderdaad bij. Ik ga nog een klinker kopen. De E? Dat is jammer. Er is geen enkele E. En nu mag Martijn draaien. Allee, Martijn, probeer ook eens wat binnen te halen. Een ding moeten we vinden. Oppassen. Tijdig stoppen nu. Ja, 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 ja. Op het randje. 5000, Martijn. De P van Patrick. Ja, het is goed. Het begint met een P. En daar hebben we nog eens een P. Daarmee heb je 10.000 frank. Zie je het nog niet zitten, Martijn? Een beetje zo, een beetje. Daar is 100.000! Ai, die is weg. Jammer, 15.000. De S van Sidonie. Ja, dat is goed. De S. En dat brengt je bedrag op 25.000. En nu eens kijken hoeveel er nog kan bijkomen. 5.000. De J van Jan. Ja, dat is goed. De J van Jan. We hebben de medeklinkers gevonden. Ik zal het zeggen, Patrijspoort. Patrijspoort. Ja, je kent het wel, hè, Patrijspoort. Ja, ja. Eigenlijk is dat momenteel een venster, zeg maar, een raampje... Ja, ja, wat een kajuit op een boot waterdicht kan maken, kan afschermen. Oorspronkelijk was het een opening om lucht binnen te laten tussen de verschillende dekken. Heeft niks te maken met de fazantachtige... Nee. Patrijs, hè? Maar wel heeft het met de vorm wat te maken. Want een patrijs is eigenlijk een vorm waarop men, waarmee men matrijzen maakt. De patrijs en de matrijs. Wist je dat? Nee. Ik ook niet. Maar nu weten we het. 30.000, zeg. We gaan eens kijken in de winkel, hè? Ik zou graag voor 23.000 midiketen. Die gaan we je graag geven, de midiketen. Daar heb ik nog 7.000 over. Graag voor 6.000 de snelkookpan. Snelkookpan en de overige 1.000, dat wordt een check. Goed. Zo, Martijn, we gaan eens kijken naar de prijzen die je gekozen hebt. Als u de snelkookpan van 6.000 frank gebruikt hebt, dan wil u nooit meer een andere. De beste manier van koken is ook de smakelijkste. En de midiketen van 23.000 bevat een versterker. Dubbel cassettedek, tuner, cd-speler, platenspeler, luidsprekers en dit alles met afstandsbediening. We zullen dit voor uw poort leggen, Martijn. Er is nog iemand bijgekomen met prijzen, namelijk Martijn die derde ronde. Maar voor de rest is alles gebleven zoals het daar straks was. Dat wil zeggen, de kampioen van vanavond is hij gebleven. Ronnie met 191.900 frank. En hij mag zo dadelijk van Aruba naar de superronde trekken. Haha, dat zal hem deugd doen. Even afscheid nemen van Martijn. In laatste instantie op 30.000. Het is toch dat, hè? Uit de brand gesleten, hoor. Ja, ik heb het zelf gedaan. Je krijgt er het Rad van Fortuin Dank u. In spelvorm bij. En ik heb hier een cheque voor jou van Nicole Men uit Gent. Dank en u. Dat kan je voor de rest van het bedrag terecht. En zul je er graag van dienst zijn. Zo, Dank ik krijg er nog bovenop. Martijn, bedankt en graag tot weer ziens. Dank u wel. Annie, ja, dit is voor jou. Opdat je toch niet met lege handen zou naar huis gaan. Heb je er plezier aan beleefd? Ja, absoluut. Maar geef toe, het is hier toch wat anders dan thuis. Hè? Heel anders. Je zit rap je kluts bij kwijt. En niet bedankt. Dag, Paul. Je hebt het schitterend gedaan. Ik hoop dat je de volgende keer meer succes hebt. Dank je wel. Ja, Ronnie, geen zenuwen? Toch wel. Een beetje. Laat ze hier. Laat de zenuwen hier. Want wij gaan een beetje opschuiven. En we gaan proberen van een superprijs binnen te halen. Welke? Graag de wagen. Ja. Hij zou graag met de nieuwe wagen buiten rijden. Karel heeft dat ook gedaan gisteren. Dan kan hij dat ook proberen. Deze wagen. Met de nieuwe AX duren mooie liedjes een stuk langer. Deze wagen van 305.000 heeft een eigen persoonlijkheid... en laat duidelijk een jeugdige, sympathieke indruk na. Het open dak maakt hem zeker begenenswaardig. Het is nu of nooit, Ronnie. Ja, nog enkele seconden en dan weten we of we die sleutel mogen overhandigen. Een titel, er zijn 13 letters. Ik hoop dat dat een geluksgetal is voor jou. Geef nou eens 5 medeklinkers, Ronnie. Een R. De R van Ronnie. De N van Nico. Nico. De T van Tony. Tony. De S van Sonja. Sonja. En nog eentje. En de G van Golf. Van Golf.
en dan een klinker. De E. De E. Ja. Er is zoveel keuze, maar we hebben er al 3, 4. We hebben 4 goeie van de 13. En we zoeken een titel. 15 seconden vanaf nu. Gevonden. Nochtans kan je het wel, hoor. Het is de hit van Vultura. In mijn caravan ben ik Superman. Ja. Ken je het? Ja, ik ken het, maar ik heb jammer genoeg geen caravan. Geen wagen ook voor vanavond. Maar Ronnie, wees gelukkig. Je hebt een kleine 200.000 frank. Je hebt de kans om morgen nog eens terug te komen. Doe je dat dan? Ja, ik zal dat zeker doen. Doe dat. Bedankt voor het meespelen. Bedankt voor het kijken. Afspraak morgenavond om 19:30 is weer tijd voor Rad van Fortuin. Tot morgen dan. Maar kan gebeuren, gebeurt op het strand van sunny California. Gelukkig is er voor bange momenten nog een lifeguard. Straks na Rap Klap. Op de nieuwe golf hebben we veiligheidsbalken geplaatst. In de deuren en onder het dashboard. Dat is minder opvallend. De nieuwe golf. Opnieuw wordt hij het tijdsbeeld. Your stress that keeps on coming back. You'll love the taste, I'm sure of that. It's fruit taste. It's fruit taste. Hey, look at the way they do the fresh dish. You're moving back and roll away. We want a fresh dish. We want a fresh dish. A fresh dish left, a fresh dish right. Fresh dish works like dynamite. To make a move without a can. Well, fresh dish is something special, man. Drink it. Fresh dish. Drink it. Fresh dish. Drink it. Fresh dish van Nutricia, de fruitigste zuiveldrank. Ook in de horeca. Om de wegligging van de nieuwe Golf nog te verbeteren, hadden we hem flink wat moeten verbreden. We verkozen dus zijn chassis te hertekenen. Dat is veel doeltreffender. De nieuwe Golf. Opnieuw wordt hij het tijdsbeeld. Om het hoofd koel te houden als het er warm aan toe gaat, Jupiler en A alcoholvrij. Al de brouwkunst van Jupiler in een alcoholvrij bier om bier tegen te zeggen. Jupiler en A, op en top Jupiler, op en top bier en alcoholvrij. Vrijdagavond, blijf je lachen. Met Gaston Bergmans in Klasgenoten. It's him. Who? He betrayed us. He killed him. I need some details. Where and when? You say he was a member of the Arrow Cross? Well, he'll say he wasn't. Een krijgsgevangene ontmoet zijn beul uit het concentratiekamp. You think about it. Een verleden herleefd. Vrijdagavond om 9:00 in Two Men. U weet het, over zo'n goed half uur brengen we u ook een film. En daarin krijgt u te maken met knappe meiden, nieuwsgierige kinderen, rare snuiters en redders op het strand. Maar eerst worden er rakenklappen uitgedeeld. De winnaars zijn diegenen die met hun woorden hun tegenstander knock-out weten te slaan in Rafklap.